Stof! 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 Koude knakworst, jij houdt van knakworst. Mensen, oh die kabels weer, hier weg! Kabels altijd, zo begon het hè? Bam! Stof! 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 Nee, maar dat was het zonlicht kwam door en dan zag je al stof door je heen waaien. Stof, joh. Bam! Stof! En we gaan met Leroy een spelletje doen. We gaan kijken hoe lang het duurt voordat we gek worden door een kwartier lang te staan naar deze Diamond Wall. Een nieuw spelletje? Oh ja. Ja, ben je klaar voor? Shine bright like a diamond! Shine bright like a diamond! Oh, waar zitten wij, Leroy? Want waar zitten wij hier ergens? Het is een... Ik zit op mijn bureaustoel. Oké, ja, ik zit er nu. Nou ja, op een houten stoel zit ik. Op een houten stoel, ja. Zit het lekker? Ja, zit heerlijk, Leroy. En dit is een scène uit een nieuwe attractie. Een nieuwe dark ride. En ja, zoals je ziet, ziet het er echt heel leuk uit, denk ik. Vind je? Ja, we gaan het samen een beetje opkleuren. Ja. En kleuren en beuren. Ik ben benieuwd of dat lukt. Ja. Ik ook. Ja, ik heel erg. Een beetje een laboratoriumsfeer zoals je ziet. Een beetje een raket staat hier. En, moet iemand hier neerzetten. Een persoon. Professor Negraas. En hoe schreef die NPC ook weer? Of ga jij hem neerzetten? Of waar zal ik hem neerzetten? Hier, hierboven op dat trapje. Ja, hier zo. Dat is heel leuk. Boven, oh, daarboven bij dat... Ja, hier zo. Hier zo, ja. Hier bovenin, hier bij het zwart. Nog hoger? Ja, bij het zwart, ja, prachtig. Ja, even kijken hoor. Oké, hij gaat hem neerzetten. En dan ga ik verder met bouwen hier. En dan random. We hebben de muren nu helemaal doorgetrokken. Ik wou het hier nog even een leuk dingetje maken, zo. In één keer goed. Ja, was die goed? Een lastige naam, hè? In één keer. Ja, natuurlijk, hij hoort bij onze crew. Dat is de DC, een DC-medewerker dit. Professor Negraas. En hij ziet er wel een beetje scary uit met dat bloed op zijn. Hè? Ja, maar dat is. Dat is verf. Oh, toch wel? Verf. Ja, ja verf. Dus geen bloed, niks. Nee, geen bloed. Oh, mooi. Nee, ja. En, nou, zoals je ziet, lopen hier allemaal buizen rond. En dat leek me ook wel gaaf dat je een beetje ook buizen misschien hier. Wat buizen? Nee, buizen. Oh. Dat je ook misschien een buis hier uit ziet steken zo. En die gaat helemaal zo. En die gaat dan richting het plafond. Ik moet even kijken hoor, want anders klinkt het heel raar. Een buis steekt eruit en zo. Dat is, ja. Kijk, je gaat daar naartoe. Dat is gaaf zo, hè? Dat je zo'n bepaalde dingen hebt lopen. Misschien kun je het ook die buizen maken van fans. Van die. Nee, dat is niet mooi. Nee, alleen stone? Nee, okay. Ja, stone. En dan laten we die ook doorgaan zo naar die. Gaat ook naar boven. Zo. Nice. Leuk, hè? Buizerig. Ja, buizerd. Buizerd. Kombuis. Kombuis, ja. Maar dat is gaaf, joh. Als je zo hierboven, dan lijkt het net zo'n stelsel. Je weet niet precies waar naartoe. Ja. En deze ook gaan we nog doen in deze aflevering. Ik weet niet wat. Ik bouw gewoon random dingetjes. En we kunnen, even kijken hoor. Met een glas. Is er een lampje? Een lampske. Bovenop hier. Een lampske? Ja, een lampske. Vind je niet? Ja. Hier moet nog een lampske bij. Ja, vind je? Donker. Beetje donker, ja. Klaar. Ja, mooi zo. Ja, zo is die. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Even kijken hoe dat. Hè? Zo. Een durk, hè? Een deur. Een durk en zo. Wat moeten we er nou mee? Het is echt donker hier. Ja, oh. Ja, binnenkort is er een les waarin we uitleggen wat darkheid betekent. Wat dan? Oh, zo ja, tuurlijk. Goedemorgen. 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 Wat nou, hè? Goedemorgen, hè? Zeg weer Goes. Goedemorgen. Ja, is dat zo? Dat is goedemorgen, ja. Oh, grappig joh. Goedemiddag. Het thema van onze stad is ook Goes is Goes. En dan staat er zo'n kringetje op de S dat de S een D moet voorstellen. Hé, hey. We zijn wel slim in Zeeland. Nee, ja, tot, zeker, tot zekere zin. Ja, totdat we er geen zin meer in hebben. Oh joh, en wat is nou echt Goes dan? Wat is echt Goes? Ja, goed. Goes is goed. Ja, dat snap ik. Goes is goed. Oh, er wordt een kist in één keer. Heb ik een Give the One, de Give the Vinci Style command block? Ik wil een command block. 137. Give the Vinci Style 137. Dankjewel. Graag gedaan. Nee, maar wat is nou echt iets goeds? Heb je bijvoorbeeld een bolus bijvoorbeeld als eten? Dat is sales. Oh, dat is sales. Oh, dus haal ik het even door elkaar, excuus. Jij kan nog een keer naar Goes, gaan we wel bolus samen. Vind ik wel goed idee. Ik kom sowieso nog een keer. Je hebt ook Goes ganzenbitter. Dat is sterk drankje, maar een soort schrobbelaar.
Okay. Volgens mij, goed zo ganzenbitter. Wat te doen, of? Heet dat? Ja, op zich wel. Dat was sterk, sterk. Hallo. Hey Robin. Hallo, welkom. Ja, snel hè. Opnames. We zitten in Disneycraft en ja, en Robin moeten wij bedanken, want hij is de ontwikkelaar ook geweest. En natuurlijk ook dankzij Justin ook. En hij heeft een plugin ontworpen waar we dus niks over mogen vertellen. En er gaat nog heel veel plugins in de toekomst ontwerpen. Hè? Zeg ik dat goed, Robin? Ja, dat klopt inderdaad. En jullie kennen Robin natuurlijk, de DAVU NL is die bij ons in de server. En we hebben hem al een tijdje rondlopen eigenlijk. En hij is natuurlijk een chatmod, maar nu ook zeg maar onze developer geworden. Dus dat is wel echt heel gaaf. En Robin, hoe vind je het worden hier? Ah, dit wordt echt super, super tof. Ik leuk, heb al zelf zin om te spelen. Echt? Oh, zin om te spelen. Nee, Robin, ik had op je tekstplaatje wat anders gezet. Wil je dat even voorlezen volgende keer? Ik kom niet echt overtuigd over, zeg maar. Oh, sorry. Even overnieuw. Ja, even je script beter doornemen. Ja, want dat hebben we niet... echt erg ook, hè? Is dat niet normaal, jongens? Het gaat helemaal nergens over. Dat mag ook wel een keer, toch? Ja, zeker. Dat moet af en toe eens. Het moet. Even slap. Inderdaad. Lekker slap. We hebben ook... Oh ja, Pakshop, dat is ook groes. Ja. Ja, klopt. Ja. Iedereen klopt. Kent het wel, maar het zit in groes. Als ik uit mijn raam kijk, zie ik het, zeg maar. Dat zo. Het gebouw. Ja, het gebouw, ja. Nee, ja, ja. De webshop zie ik. Oh, de webshop. Die zie ik voor mijn scherm. Nee, echt een winkel. Er is maar één winkel, volgens mij. Ja. Die zit hier. Klopt. Dat is wel, zeker. Ja, ze zocht een goedkope locatie. Dus. Ja, weinig mensen wonen. Meer klanten, hè? Goedkope grond, want iemand wil er wonen. Meer klanten, hè? Zo. Het valt wel mee. Ja, het zal toch wel. Goes is hartstikke... Dat is een wereldstad. Ik weet niet. We hebben wel een televisietoren. Oh, ik dacht wel te zeggen, we hebben wel een televisie. Maar ik dacht, nou... Dat, ja, dat heb voor Nederland 1. Ja, nee, NPO 1. Zijn oude, die meer gebruiken. Ja, met van die antennetjes erop en van die draaiknoppen, die hebben wij hier nog. Oh ja, leuk. Ja. Nederland 1, 2 en 3. En dan moest ja, je draaien. Net. net. Nederland 3, net. Dat... Oh, ja. Maar als je geluk hebt, als de wind goed staat... Als de wind goed staat, kan ik het zeggen, ja. Nou, dat zeg je. Ik had vroeger een oude televisie op mijn kamer staan. Nou, dus nog een zwart-witte ook. Nee. Nou, nog. Ik heb nou een flat screen. Maar daar. Oh ja, dat gaan we weer zo doen. Ja, echt hè. Jongens, bij DC weten, gelijk een flat screen. 42 inch, 3D, LED TV. 42 inch? Jeetje. Dat is de grootte wat ik. 42, dat is serieus groter wat ik nu heb staan hier. Ik laat het even zien, mensen. Kijk, TV. Ik hoop dat je kat hem omstoot. En dan mijn hand hier hè. Niet normaal hè. Ja. Hey, maar dit is wel space in dit. Dit is wel space voor de mensen. Dat is wel een grote TV hoor. 52 inch, denk ik. En waar heb ik op bezuinigd? Op een laptop, want ik heb geen vaste computer staan. Echt joh, ik ook geen hoeveel had je staan? Hoeveel laptops had je staan? Ik heb 3 laptops staan. Echt niet normaal, 3 laptops. Ja. Ik 2 en een iPad. En ook geen vaste wacht, ik vergeet mijn tablet, maar dat is eigenlijk ook een laptop. Want het ja, is, eigenlijk want ja. Ik kan hem in een laptop mode zetten en ik kan het scherm loshalen. Dat is het, nee, dat vind ik irritant. Nu klinken we allemaal zo lief tegen elkaar, hè? Moet je ja, maar als de video horen. Uit is, dan knallen we los tegen elkaar en dan is het van... Hey, ja, jij zei dit en dit moet ook! Hallo? Oh, hallo! Kijk, nou, dat was de eerste ruzie al waar we dit ja, dus daar hebben we gelijk geknipt. Potverdorie, ja, ik zei dat die stoombrik staat daar niet bij en hij mij volhouden natuurlijk. Toen sloeg ik toch een koortsblok op je hars. Dat was zo, niet normaal. En ik heb nou nog een beeld. Ja, een kwartier van pampers geleden. Ja, daar kan je een nieuwe stoom van maken, joh. Ja. Ja, maar dit ziet er echt niet uit, hoor. Nee, sorry. Nee, dat weet ik. Hé, hey, daar hebben we het net over. Ik moet nu is de opname weer aan. Sorry. Oh, opname, ja. Dan moet je weer doen alsof je lief bent. Zo erg is het niet. Zo erg is het niet. Gelukkig. Nee, absoluut niet. Zal het ook nooit worden. Nou, hij is hartstikke lief. Nou, ja, dan. Als hij slaapt. Als hij slaapt. Kijken. Even kijken. Ik ga het af en toe ook eens even doen, hè? Even kijken. Even kijken. Echt zo van, ik hoor als geluideffect die ender stralen. Ja, ja hier hoor ik ook heel tijd. Als ik hier een beetje in de buurt zit, dan... Dat is leuk als je er doorheen langs reist. Tuurlijk. Joe. Ziet er gaaf uit, dit. Heel apart ook. Zo'n attractie hebben we nog niet gehad. Een beetje Wally is het ook wel, Wally, hè?
Maar toevallig... Wally, ja, ja. Oh, die zit hier niet naast. Ik dacht, de Wally is hier naast gebouwd, maar dat klopt toch helemaal geen zo. Die zit wel in... Nou, ja, ja, een beetje schuin daar die kant op, bij de nieuwe Darkrai. Nog weer een nieuwe Darkrai. We zijn er helemaal nog bezig. Weer een nieuwe. Oh, kijk de layout, mensen. Ik verklap de layout vast aan jullie. Zo. Gaaf, hè? Oh, sorry. Ja, ik weet het. Maar dit is gewoon... Dit is zomaar gedaan. We kunnen altijd nog aanpassen. Meestal is dit niet standaard wat we doen, maar dan... Ja, dan... hebben ze iets van, nou, we maken nog wat anders ervan of zo. En dit is dan best wel een grote scène, dit, joh. Het is echt wel gaaf, dit. Ik denk dat mensen het wel heel erg naar de zin gaan krijgen in deze Darkrai. Oh, boekenplankie. Ja. Inderdaad, dat weet ik wel zeker. Ja, 100%? Ik weet het wel zeker. Oh, super. Dus ik zie alleen wat kleine foutjes, maar dat komt straks wel. Oh ja, als we weer gaan mopperen tegen elkaar. Ja. Ja. Altijd. Weer ruzie. Weer altijd ruzie. Ja, en, want ik ga nu even lekker reclame maken. Oh. Mag dat? Ik mag wel even reclame maken. Ja, knip het er wel weer uit. Nee. Aap, we hebben Instagram. Of hoe je het uitspreekt, Instagram. Klopt, zeker weten. Instagrammers, ja. En nou zeg ik als ouwe lul, wat is dat eigenlijk? Oh. Wat is dat nou? Wat is dat? Kan jij dat eens eventjes heel goed uit gaan leggen wat dat is? Ja, dat kan wel. Dan moet je internet voor hebben en zo. Nee, ja ook. Ja. Ja. Nee, ja. Iets wat Dio niet heeft nu. Winterpret. Ja. Dat. En wat nog meer? Winterpret. Ja, winterpret. Maar wat houdt het in precies, Instagram? Wat kunnen mensen zien op Instagram? En dat is een appje waar... Wij, de crew, of tenminste, nou ja, de mensen die daarop kunnen posten mooie foto's uit Disneycraft. Maar, nou komt het leuke, jullie als bezoekers, als kijkers, als weet ik veel wat, kunnen zelf ook foto's sturen die jullie hebben gemaakt in Disneycraft. Gaaf. Naar foto@disneycraft.nl en als wij die foto's leuk vinden, dus niet geen flauwekul foto's, maar echt goede, leuke foto's, dan zullen wij die ook plaatsen met naamsvermelding op Instagram. Dus zeker de moeite waard. Absoluut, zeker. Dat is gaaf. Met naamsvermelding inderdaad. Dus, en een linkje staat hier op hoe je het kan volgen. Dus het is zeker weten de moeite waard om even te kijken af en toe als je 's ochtends je mobiel pakt. Het zijn best wel redelijke mooie foto's in shaders. Dus dat is ook heel mooier dan het origineel. En we laten gewoon dingetjes zien. Misschien een spoiler. Misschien wel een foto van een prachtig kiekje. Of iets wat je nog nooit hebt gezien in Disneycraft. Of, want ja, wij komen als admins en medewerkers natuurlijk op plekken waar jullie misschien nog nooit komen. En dat maakt het wel heel spannend voor om Instagram te volgen. En we zijn natuurlijk ook op Twitter. Het staat allemaal vermeld hier in beeld. Dus het is natuurlijk tof als jullie eventjes willen klikken en volgen. Want we zijn daar elke keer mee bezig. En dan kunnen jullie ook een beetje updates krijgen. Want niet alleen door de video's, maar ook gewoon door een foto. Eigenlijk krijg je gewoon dingen mee die je normaal niet meekrijgt. Dus dat is wel leuk. Ik denk dat wij morgen een brief krijgen van een reclamebureau of ze ons aan willen nemen. Want dit ging zo vlekkeloos goed. Zo goed, hè? Dit is echt... morgen zie je ons in de nieuwste reclame van Plus! Ja, sowieso. Zo, ja, toch? Je weet, ja. Ben ik dat niet dik, hè? Ja, nee, die wil ik zijn! Die wil ik zijn! Zwarte Piet gewoon stom klaar. Nee, ik mag er niks over zeggen. Ik heb gewoon een eigen mening. Maar ach. Op mijn Twitter vind je mijn mening wel. Ja, ook nou, bij mij Twitter. Ik was pas boos, hoor. Ja, echt, ja? Toen ja, logisch ook. Mening. Maar ja. Logisch ook. Ja, hè? Ja. Ja. Maar ja, de Toy Story. Ja, de Toy Story. Ja, de Darkrai. Ja, hier heb ik zo'n soort van gangetje gemaakt. Dat mensen daar over kunnen lopen. Misschien kunnen we hier wel een professor laten lopen heen en weer zo. Leuk. Ik zou dat deurtje wel niet aan de binnenkant zetten, zeg maar. Maar ik zou dat hier zetten. Zie je? Dan heb je echt een beetje... Ja, ik vond het wel een beetje 3D... idee. Ja, hier zo aan deze kant is dan 3D. Oh ja, ja, oh zo ja, oké, okay, ja. Prima. Oh, iemand heeft 5000 euro gedoneerd. Oh, 50. Oh, netjes. Nou, dan stoppen we. Nee, heel lullig. Hallo mensen, we hebben natuurlijk weer geknipt, want weer een flinke ruzie. Maar we beginnen nu bij de span en we gaan gewoon even, op het laatst van de video gaan we gewoon even een rondje Disneycraft doen met Robin en Leroy. Is dat een goed idee, jongens? Ja, zeker weten. Absoluut. Ze hebben geluid een klein beetje harder van de volume. Zo. En, oké. Okay. Je ziet dit nog een keer vermelding staan. Nog een keer. Volg ons op Instagram. Prima. Disneycraft en Nel aan elkaar. We gaan eens even Leroy. Wat gaan we doen? Nou ja, ze is naar de schaatsbaan gaan. Dat is een heel goed idee. Ik ga rennen er naartoe.
ik volg jou. Ja. En we zien een aantal mensen. Wie staat daar eigenlijk? Er staat iemand. Oh, er staat onze DC Entertainer. Hallo DC Entertainer. Nee, je hoort dat schaap. Hoor je hem? Hoor jij hem ook? Ik word heel zacht. Hallo, hallo DC Entertainer. Nee. Schattig. Oh, en hoe heet dat paard ook weer? Oh ja, paard Peter. En dan krijgen we hier paard Frits. Super schattig. Nee, goed, we gaan door. Leroy, ja. Robbie heeft koude voeten gehad, denk ik. Die is hem gewoon gepeerd. Die is gepeerd, ja. Die komt volgende keer weer terug. Ja, die komt volgende keer wel terug. Ja. Wie? Ja, we lopen door. Robbie. Ja, hier hebben we de duktijd. Oh, kijk nou. Het is... Oh, het is zo. Het is vanmiddag al. Oh, ik moet gaan eten dadelijk, joh. Toch al wel heb ik honger, maar dat komt... Ja, dat is wat de tijd, hè. Ja. En hier zo gaan we gezellig zitten en kampvuurliedjes zingen. Sowieso. Sinterklaas, kappen. Ja, gooi wat in mijn kampvuur. Gooi wat in mijn kaarsje. Dank u. Ja, oké, dat doen we ja, dat weer. Was goed. Knippen! Knippen! nee, we gaan even omhoog. En we hadden ja, weer dat moet, hè. We gaan niet over de hackers. Hackers? Hé, hey, dat is weer de hackers. Hallo. Hij blijft ons maar volgen, hoor. Ja, sowieso. Hij probeert alles te presenteren. We gaan naar de schaatsbaan, dat is hier namelijk. En je kan ook je eigen schaatsjes krijgen, hè? Ze zijn gratis namelijk. Heel simpel, gewoon op de schaatsen klikken. En je hebt ze. Oké, okay, dan gewoon één keer rechts klikken, toch, hè? Ja. En dan kijk je in de inventory, in de E. En dan zie je mijn poppetje. Kijk, ik heb schaatsen aan. En dan kunnen we op het ijs. Kijk eens. Want... La. Ik heb een screenshot genomen, ik weet niet waarom. En hier zit, staat een eend, die is een beetje ingevroren. Ja, die komt nooit meer los. Nee, dat is een diepvries eend. Diepvries eendje. Oh, wat een schatje hoor. Ik vind het wel een schatje. Diepvries duk. Ja, dit is de schaatsbaan. Normaal is dit een grote vijver. Normaal kom je ook hier eigenlijk niet, hè? Dit is gewoon. Nee. Dit is een plek waar je normaal. En wij hebben gezegd van nou. Hier, deze medewerker verkoopt hier ook voor 2 euro een chocomel, een lekker chocomelletje. En dan kan je lekker met z'n allen gaan schaatsen. En Robin, je hebt je schaatsen niet aan. Potverdorie. Echt wel? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Wacht even. Ja, kijken, hè. Niet kijken, je ziet je eigen voeten niet, dat vind ik zo jammer. Ja, ja echt, hè. Nou, waarom zie je voeten mooi, niet? Nee, dat is ze nu wel aan? Ja. Ja, prachtig. Okay. Mooie bakstenenlaarsjes. Bakstenen. Dat is echt een leren schaatsen, joh. Daar kan je heel goed op leren schaatsen. Toch wel? Nou mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Kom zeker weten op de server langs. Je weet het IP play.disneycraft.nl. Omdat we lekker in de reclame stunt zijn. En ja, ik bedank jullie voor het meedoen aan deze video. We hebben wat van de Toy Story gezien. En we hebben natuurlijk de schaatsbaan nog even ontdekt. Maar jullie kunnen altijd komen. 24/7 staat de server aan. Dus zeker weten. Volgende keer terugkijken naar een nieuwe aflevering van... Disneycraft! Yeah! 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 Doei! Yeah! Zo groot. Outro!